Een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar hopelijk dat ons wat vriendelijker toelag dan het jaar dat we zojuist vaarwel zeiden. Mijn naam is Kees Ties, columnist van het AD. En op uitnodiging van FC Dordrecht kijk ik samen met een aantal stuwende krachten van de club terug op een bijzonder 2020. En ook blikken we alvast een beetje vooruit op de toekomst. Trainer Jan Zoutman vertelt over de hoogte en dieptepunten van FC Dordrecht in 2020. Het was geen makkelijk begin, maar hij heeft veel vertrouwen in het vervolg van dit voetbalseizoen. Jan Zoutman, sinds enkele maanden alweer denk ik trainer van FC Dordrecht. Je hebt de eerste periode er eigenlijk al min of meer op zitten. Is het tot nu toe mee of tegengevallen? Het is in een aantal opzichten meegevallen. En een aantal opzichten is heel veel werk te doen. Tegenvallen noem ik dat niet, want dat is part of the job. Maar buiten het veld hebben we al een aantal dingen veranderd. Hebben we een aantal stappen gezet om de organisatie wat beter neer te zetten. En op het veld proberen we ook stappen te zetten. Je ziet wel dat dat wat meer tijd vraagt. Hè, waar je normaal als trainer een ruime voorbereiding hebt waarin je van alles kunt neerzetten, ontwikkelen, uitproberen. Ja, kom je er nu midden in de competitie in en wordt er eigenlijk het liefst gelijk resultaat gevraagd en verwacht. Maar bij Dordrecht zijn natuurlijk wel een aantal problemen op het veld op te lossen. En daar zijn we nu druk mee bezig. Een van de meevallers is dat er best een aantal jonge, talentvolle spelers bij Dordrecht rondloopt. Die ook in zichzelf willen investeren. Die bereid zijn om wat extra te doen. Waar we dat zo in trainerstaal zit daar een goede kop op. Ja. En dat vind ik heel leuk om mee te werken. Ik moet zeggen dat in zijn algemeenheid de groep qua energie, bereidheid heel erg positief is. Het zijn jongens die dicht bij elkaar zitten, die elkaar ook echt willen helpen. In deze positie verwacht je eigenlijk een groep die een beetje uit elkaar gevallen is. Waar groepjesvorming plaatsvindt, waar misschien incidenten plaatsvinden. Het tegendeel is het geval. Wat ik tot nu toe heb ervaren is een zeer wisselvallig Dordrecht. Aardige fases, soms een aardige helft van een wedstrijd. Afgewisseld met ontzettend slechte periodes in een wedstrijd. Na proberen wat stabieler te worden de tweede seizoen zelf. Wordt een hele klus. Maar we zijn er dagelijks mee aan de gang en aan de inzet en de bereidwilligheid ligt het niet. Lex Stofkoper vertelt over de stappen die de club heeft ingezet met Mats. Wat Mats precies is, legt hij uit. En ook wat de doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn. Lex Stofkoper, leuk dat je er bent. Dankjewel Kees. Je zit nog niet zo heel erg lang bij die club en jullie zijn bezig met een prachtig initiatief, namelijk Mats heet dat. Mats staat voor Maatschappelijk Actief Drechtsteden en is eigenlijk de stichting die naast FC Dordrecht is opgericht om sociaal-maatschappelijke activiteiten te ondernemen. We willen als FC Dordrecht willen we graag ook wat uitdragen buiten het sportieve. We willen een betekenis geven aan de club voor Dordrecht en de Drechtsteden. En dat doen we dus met Mats en we richten ons eigenlijk ook op de problematieken die er zijn binnen Dordrecht. En dat is jeugd en werkgelegenheid. Zo zijn we bezig met Alleen Jij Bepaalt, dat is een stichting en die selecteren kinderen van de Hans Petri School en die mogen hier twee keer per week sporten. Dat doen ze dan ook. Als ze 2 jaar lang hier gesport hebben, onder leiding van 2 trainers, waaronder gedragspsycholoog, dan mogen ze ook lid worden van de amateurtak van FC Dordrecht. De doelstellingen zelf die zijn niet te bereiken, want dat is altijd het maximale. Maar als we op alle gebieden gewoon beter kunnen worden, dan is dat voor FC Dordrecht al mooi en dan wil ik me graag bij die doelstelling aansluiten. Henk Donkervoort is een echte clubman. Hij is, in deze zo moeilijke blijf-thuistijden, vooral bezig oplossingen te bedenken om toch in nauw contact te blijven met sponsors en leden van de businessclub. Henk, je bent hier een seizoen geleden alweer binnengestapt als commercieel manager. En toen sloeg de corona toe, volgens mij. Voor een man die dus zich moet richten op de businessleden, de commercie, lijkt me een hele zware tijd. Het is een pittige tijd, zware tijd. Ik begon inderdaad in februari en in maart begon de eerste lockdown. Dus dan kun je handjes geven, dan ga je begin maken met je routing en je toestanden. En toen gebeurde dat. Ja, dan moet je gaan schakelen. Moet je hard gaan schakelen. En contact blijven zoeken met die sponsoren. We zijn mooie filmpjes gaan maken. Die zijn we gaan sturen naar businessclubleden. We zijn een update, een wekelijkse update gaan maken. Waarin we interviews plaatsen van businessclubleden die elkaar daarvoor mochten tippen. Om zodoende al onze businessclubleden een spiegel voor te houden. Nou, die heeft het zwaar.
daar kun je in herkennen en die hebben het gewoon goed. Die schapenactie, wat was dat ook alweer precies? Irene Koenen kwam met het idee, gezien bij Heerenveen, over die schapen. De goede doelen waren voor Kika en onze rugsponsor High Five Foundation. Dus Kika, duidelijk kankergerelateerd. Mm-hmm. En de High Five voor andere dingen. Ja, dan begin je met die actie en we hadden 500 schapen besteld. En wij met de commerciële club hebben heel veel aandacht ook besteed aan de social media. Maar hebben supporters ook gedaan. En uiteindelijk zijn we er 250 bij gaan bestellen. Dus we hebben 750 schapen verkocht. Algemeen directeur Hans de Zeeuw is een bevlogen mens. Hij mist vooral de ontmoetingen met de achterban, met de sponsors en de fans. Hans de Zeeuw, 2020, wat was dat voor een jaar voor jou? 2020, als je kijkt naar FC Dordrecht, was... Met alles wat er aan de hand is, met corona en dergelijke, is gewoon, een heel vervelend seizoen. Dan druk ik me mee overzichtig uit. Het echte gemis van je achterban, van je sponsors, je supporters, het wedstrijden, dus helemaal zonder publiek. Ja, gewoon, sorry dat ik even zo zeg, maar er is gewoon geen ruk aan. Het is echt financieel, we hebben het best goed gedaan. We hebben het ook echt wel droog gehouden. Met veel pijn en moeite. Het is ook niet zo dat we in één keer zeggen van gewoon fantastisch, maar dat was best oké. Okay. We zijn aan 2021 begonnen. Ja. Volgens mij ben jij een hoopvol mens. Oh ja, dat klopt. Ik ben altijd wel positief. Als je dan hoort dat we voorlopig tot 9 februari echt één op één alles moeten doen. Heel weinig mag. Ik ben ook wel zo pessimistisch dat ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om überhaupt met publiek te spelen, zeg maar, in dit seizoen. Maar het ziet er niet echt gewoon heel positief uit. Alleen, als ik gewoon verder kijk en ik kijk al zeg maar, richting het nieuwe seizoen, zodra het voorjaar er weer aankomt. Op een gegeven moment ook wat ik hoor vanuit supporters en sponsors, dat ze heel trouw zijn en ook willen blijven. Ja, ik kan eigenlijk niet wachten om dadelijk weer met z'n volle stadions te mogen spelen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat ook hier gaat gebeuren. Dus wat dat betreft ben ik wel positief gestemd. Al met al was het een bewogen jaar voor de schapenkoppen. Uit de gesprekken die ik voerde zijn me twee dingen bijgebleven. Ten eerste het enthousiasme van alle clubmensen die er echt alles aan doen om er ondanks die verrekte pandemie toch iets moois van te maken. Dat is één. En wat is dan twee? Dat is het gemis. Zij missen u, want zonder fans, zonder de echte schapenkoppen op de tribune, is het allemaal zoveel minder. Hans, Jan, Lex, Henk, de spelers en alle andere medewerkers van de enige echte tempel der beschaving kijken reikhalzend uit naar een weerzien met u. Mijn naam is Kees Ties en ik wens u namens alle mensen van FC Dordrecht een fantastisch nieuwjaar toe.